vrijdagmiddag, zo rond een uur of vier, ruil ik mijn koffiemok weer voor een heel klein flesje bier. Weg van al die mailtjes, het gezeven en gezeur, en als opeens de bel gaat, staat het weekend voor de deur. Dus neem een pilsje in de hand en zet je zorgen aan de kant, dat is het beste medicijn. Met z'n allen als een gieter, na zo'n 22 liter, oh wat smaken ze toch fijn. Ja. Ze liggen vaak te wachten met z'n allen op een rij. Die koude pretzelinders maakt de mens toch altijd blij. Geen zin, dat is de reden, dus ik neem het niet zo nauw. En zeuren doen ze niet zoals mijn allerliefste vrouw. Gewaar het niet! Dus neem een pilsje in de hand en zet je zorgen aan de kant. Dat is het beste medicijn. Met z'n allen als een gieter na zo'n 44 liter. Oh, wat smaken ze toch. Aan het einde van de avond, de tijd lijkt wel versneld. Krijg ik weer een nieuwe die ik toch niet had besteld. Dan staat er iets op onweer, is het kwaad toch al geschiet. We praten morgen verder, pak een flesje en geniet. Dus neem een pilsje in de hand en zet je zorgen aan de kant. Dat is het beste medicijn. Met z'n allen als een gieter na zo'n 66 liter, oh wat smaken ze toch fijn. En neem een pilsje in de hand en zet je zorgen aan de kant, dat is het beste medicijn. Met z'n allen als een gieter na zo'n 88 liter, oh wat smaken ze toch fijn. Helemaal klaar mee. Gij stapt op de bank vanavond.